Ik ben Leo Blokhuis, ik ben eigenlijk vooral van de muziek, tenminste zo zou je me kunnen kennen, maar vandaag, en stiekem diep in mijn hart, ben ik voor Ajax. Ik ben een groot Ajax-ziet en ik vertel daarover in Onze Trots. Ik denk dat die dramatische gebeurtenissen aan het begin van het seizoen, dat mag je, het stomme is, je mag het niet als excuus gebruiken. Natuurlijk heeft dat een rol gespeeld. Natuurlijk, ik heb zelf 2,5 weken geleden een nichtje verloren van 18, dochter van mijn broer. En je denkt ineens, wat sta ik hier te doen? Ja. Wat totaal onbelangrijk. Aan het begin van een theaterserie, dat je de avond daarna voor 500 man staat, dat je denkt, ja, mij is geen, weet je wel. Ja, precies. Grote vraag, we leven en dood, relativeren, alles zo. Mm. Natuurlijk ben je een topsporter, natuurlijk moet je jezelf hervinden, maar Je bent er niet volledig bij. Dat kan gewoon niet. En het kan gewoon niet zo zijn dat ze de week daarna fluiten te mouwen opstropen en zeggen, voor de Roerie, we gaan het doen. Zo werkt een mens gewoon niet. Dus het is aan één kant, ga je het nooit als verhaal gebruiken aan het eind van het seizoen, maar natuurlijk heeft dat een rol gespeeld. Maar het was ook zoveel, weet je wel, Bos op een lullige manier, dat. Ja. En je zat lekker op een high van als we die lijn van vorig seizoen even door. Ja. Daar geloofde ik ook echt in. En ik had zo gehoopt met Bos. En je weet, er gaan er een paar weg. Maar nogmaals, Bos heeft een goed systeem. En die 5 seconden regel, top, weet je wel. Ja. Dan komt er een nieuwe trainer. Uit elke linie gaat de beste speler weg. Uit alle linies, hè? Ja, Sanchez, Klaassen, Traoré. Ja. En je bent eigenlijk op het hoogste niveau wat je misschien met Ajax kan bereiken qua voetbal. Dus je kan nog net iets beter. En dan moet je ook weer opladen om weer helemaal opnieuw te beginnen, zeg maar. Met nieuwe spelers. Ja. Ik denk dat van alles bij elkaar ook maar heel lastig is. En is dan Keizer te verwijten dat hij strak minder is? Ik vind sowieso dat Keizer niks te verwijten is. Ik vond Keizer een... Ik heb het ook niet zo goed begrepen hoor, want ik bedoel dat hij weg moest. Want je haalt eigenlijk met Keizer doe je eigenlijk hetzelfde als wat je met bijvoorbeeld wat typisch Ajax is, wat je met Kluivert en wat je met weet ik het wie allemaal doet. Je haalt ze uit je eigen school en je gooit ze voor de leeuwen. Je hoopt dat ze de eerste wedstrijd scoren en dat ze meteen gaan lopen, maar je weet er komt een terugval. Heeft Kluivert ook gehad. Maar je weet gewoon, we hebben er weer een. En ik dacht even, oké, dan doen we dat met de trainer ook zo. Jammer, want we waren. Maar dan krijg je vanzelf een dip. Ik dacht dat hij het een beetje op de rit ging hebben. Maar, en als je dan echt met een met veel visie en veel kracht een nieuwe trainer presenteert. Maar daar hebben we het al over gehad. Ik zie het niet. En ik denk dat het dan ook... dat er dan een relatie overmars ten Hag is en dat het meer op dat vlak lijkt te liggen dan op echt het sportieve. Ja, ik weet het niet helemaal. En Overmars stond ook vanaf het begin al niet achter de aanstelling van Keizer. Dat was een keuze van Bergkamp. Ja. En het begin was echt dramatisch. 10 punten uit 6 wedstrijden. Daarna is het eigenlijk gaan lopen. Maar eigenlijk wilden ze hem toen ontslaan. En toen ging het lopen, hebben ze het niet gedaan. En op het eerste moment dat het een keertje misging, een gemiste penalty, waardoor ze uit de beker gaan, dan denk ik, oké, jongens, dit is het moment, we ontslaan hem. Het was heel raar. Ja. Dat was, en zeker, wat je zegt, ik was het vergeten, maar het klopt inderdaad. Het is natuurlijk, wat kan je coach verwijten op dat moment? Het zou mij ook een lief ding zijn als we nu een beursgenoteerd bedrijf, wat het voor mij niet hoeft te zijn, maar het is er alleen, want ook gewoon een serieuze directeur geven die begrijpt hoe je een beursgenoteerd bedrijf leidt. Maar als ik heb het net al gezegd, ik was een hele grote fan van Cruijff en ook hoe hij over voetbal denkt, vond ik altijd te gek, maar in het optuigen van een organisatie denk ik niet dat hij de slimste aanbeveling gedaan heeft. Gaat altijd gepaard met ruzies ook bij Ajax. Er is altijd wel weer frictie tussen bepaalde personen. Je hebt een kamp van dit en een kamp van dat.
En ik heb het idee, het gaat ook nooit van houden. Nee. Maar sommigen zeggen dat de club ook zo leuk maakt, hè? Ja, ik twijfel ook hoe ik daarop moet reageren. Het is ook, kijk, er is ook omdat je de mensen kent en omdat het een grote club is. En ik bedoel, ik weet niet precies wat er bij Veendam allemaal speelt. Nee. Dus misschien ook wel, maar het is natuurlijk... het heeft ook te maken met hoge verwachtingen. Als Ajax nog één of twee kampioenschappen erbij had gehad, dan was het een heel ander verhaal geweest. Dus het heeft... Dingen die komen natuurlijk naar boven als het even niet lekker loopt. En ik denk dat dat ook wel een beetje de tragiek van Bos is geweest. Dat hij met al die goede prestaties en een van de beste seizoenen van Ajax die ik gezien heb ook. Ik heb in het stadion nog steeds echt een van de leukste seizoenen sinds tijden weer. Ja. Maar ja, uiteindelijk staat hij in de boekjes straks als een seizoen met niks. Weer een keer tweede. Tweede in de Europa League, hartstikke goed, maar tweede, geen beker. Ja. Ik denk dat het even goed is om het even over muziek te hebben. Ah. Ja, dat is ook leuk. Thuis tegen Lyon speelde. Toen speelde John Mayer in de Ziggo. Ah, okay. En ik heb een zoon van nu 19, die was 18. Is een behoorlijk goede gitarist en een heel grote fan van John Mayer. Mm-hmm. En ik had hem beloofd dat we naar John Mayer zouden gaan. Cool. Ja, geen idee dat Ajax nog... Nee, die zegt dat want nee. Dat verwacht ik niet dat we zo ver gaan. Naar de winter niet weer. Nou ja, zover heb ik ze niet vooruit in mijn agenda staan, eerlijk gezegd. En ik kon dat niet, maar dan sta je dus in de Ziggo, terwijl sta je jas uit te doen en toen scoorde Lyon. Die hebben daar gescoord, hè? Ja, het was 4-1. Ja, 4-1, scoorde Lyon. En ik geloof een paar minuten later scoorde... Mijn trouw reden 4-1 aan mijn hoofd. Ja, zoiets was het, ja. Maar dat je echt denkt... Ik mis dit allemaal. En dan loop je buiten de arena en dan hoor je dat waanzinnige geluid. En dan zit je binnen en dan speelt John Mayer Daughters. Zo'n heel, ik vond het ook een beetje tam optreden. Buitenland ook vaak, dat heel veel buitenlandse voetbalfans, ik vind het ook geweldig dat bij Ajax wordt, nemen ze ook over sommige clubs. Ja, want was dat bij Schalke dat ze nog heel lang in het stadion dat zaten? Vond ik fantastisch. Ja, dat was Misschien wel 10 jaar is geweest. Die pot en die 3-0 achter staat in de flank midden, maar was het toch? Ja. De eerste 4-gever en toen Younes inderdaad. Oh, 4-gever was de eerste, ja. Ja, met 4-gever waren we er, zeg maar. Ja. En dat Younes hem nog even afmaakte. Was even. Maar ik juich altijd wel, maar ik was ook niet thuis. Ik was bij iemand. Ik was aan het werk geweest weer en ik had het laatste stuk gezien en ik werd gek. Maar dat je echt gewoon tegen het plafond springt en als een kind op die televisie heen staat te dansen, dat was gewoon lang geleden dat ik daar was geweest.